Leeuwarden nam woensdagavond in de Kleine Kerkstraat afscheid van wethouder Marco Florijn. Midden tussen het volk, de plek waar Marco stond tijdens zijn wethouderschap, schudde hij op straat de handen van honderden Leeuwarders en Friese politici. De Kleine Kerkstraat, vorig jaar uitgeroepen tot leukste winkelstraat van Nederland, was nu het decor van het afscheid. Compleet met haring, ijsjes, drankjes en bitterballen. Florijn is inmiddels wethouder in Rotterdam. Vanuit zijn woning heeft hij uitzicht op de Maas en via Twitter houdt hij zijn volgers op de hoogte van bijvoorbeeld de MS Rotterdam staat op het punt te vertrekken van recht voor mijn balkon. Ja, prachtig hè. Het is een mooie stad. Hè? Ja, ik zit in een huis hier op de Maas kijkt en nou ja, dat is natuurlijk helemaal mooi hè. Dus ja, het is, Leeuwarden is prachtig en Friesland is prachtig en Rotterdam is weer een hele andere uitdaging. Dus, maar de Kleine Kerkstraat of de Lijnbaan, dat maakt nogal verschil, hè? Maakt heel veel verschil, maar als je Kleine Kerkstraat en de Lijnbaan vergelijkt, ga ik toch wel voor de Kleine Kerkstraat dan, hoor. En jij volgens mij ook als Rotterdammer? Na 40 jaar, ja, zeker weten. Waarom? Omdat het daar echt een, ja, het is heel inhoudelijk. Ik wilde heel graag daar waar het komende jaar in de sociale zekerheid echt even gaat gebeuren. Waar het nodig is dat, dat ik daar ook even heen ga. En dan kies je toch voor zo'n stad waar veel problemen zijn. En waar je ook heel veel kan doen om iets op te lossen. 35.000 mensen in de uitkering. 30.000 mensen die echt zware problematiek hebben. En dat wordt ook mijn portefeuille om daar wat aan te doen. En daar kan ik alle ervaringen van hier goed benutten om zoveel mogelijk te bouwen in Rotterdam. Ik heb je een keer de kroonprins van de PvdA genoemd. Dit is natuurlijk een prachtige springplank. Het is geen springplank, want dat kan je beter niet doen. Want de schade die je daarop kan krijgen, die is ook heel erg groot. Dus als je echt voor je carrière gaat, kan je het beter niet doen. Want het is zo'n complexe problematiek, hè? Structureel 100 miljoen tekort en al dat soort gedoe. Veel risico. Op de receptie van Florijn liep ook Andries Eckhart rond. Hij wordt genoemd als de opvolger van Florijn. Oud-Leeuwarder Eckhart is nu wethouder in de gemeente Zuidwest-Friesland en was voor de herindeling 8 jaar wethouder in Sneek. Andries glimlachte breed toen Wout hem tijdens de receptie feliciteerde. Vrijdag wordt de naam van de nieuwe Leeuwarder wethouder bekendgemaakt.